te gaan hebben over de coronacijfers en de coronacrisis. Want dat gaat natuurlijk niet goed. Hè? De vraag lijkt niet of, maar wanneer we opnieuw een coronawinter ingaan en hoe zwaar die dan zal zijn. Gisteren gingen de nieuwe coronamaatregelen van kracht, zoals die werden aangekondigd in de persconferentie van afgelopen dinsdag. Het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben. Feit is, sommige mensen zijn tegen alle maatregelen. En dat is pijnlijk voor die mensen die op die andere zorg zijn aangewezen. Met ingang van zaterdag 6 november op meer plekken het corona-toegangsbewijs moeten laten zien. Is op dit moment het overgrote deel niet gevaccineerd. De rek gaat eruit. En dat merken we allemaal. En vrijdag sloot Hugo de Jonge op de radio bij BNR een nieuwe lockdown niet uit. Zinia Stiel, historicus, oud-Kamerlid voor GroenLinks. Maar nu allerlei andere dingen aan doen. Columnist bij Elsevier Weekblad. Onder andere, jij zei, een nieuwe lockdown ga ik niet meemaken. Ik heb mijn ticket al geboekt. Ja, ja. Vertel eventjes. Nou, vorig jaar, toen precies de best wel harde lockdown kwam. Ja, toen ben ik gevlucht naar een tropisch eiland. Want ja, ik vind het niet leuk. De Canarische eilanden. Oké, ja. En nou, toen liep ik daar op het strand en ik ging, daar was alles open. Maar overal een mondkapjesplicht, ook buiten, behalve als je op het terras zit te eten of op het strand ligt. Ik ging op een bankje zitten op het strand en binnen no time kwamen twee agenten mij een boete geven van €300. Eerst reageerde ik heel Nederlands, wat is dit nou voor betutteling? Want je had je mondkapje even afgedaan? Ja, op de bank, ja. Dus ik reageerde geschokt, heel Nederlands, wat is dit voor betutteling? Maar gaandeweg ontdekte ik, als je nou een duidelijke strategie uitzet vanaf het begin, handhaaft als overheid en mensen zekerheid geeft, dat dan de samenleving open kan blijven. Dus je bent eigenlijk voor het, in dit geval, Spaanse, harde, duidelijke beleid? Ja, maar wat krijg je ervoor terug? Alles bleef open. Uitgaansgelegenheden, restaurants, sportscholen, de samenleving bleef doordraaien. En wat is Nederland aan het doen? Ondanks al het harde werk van de ministers en iedereen, als je er gewoon van afstand naar kijkt, Nederland is de coronapandemie aan het polderen. Zeker. En wat betekent polderen? Polderen betekent geen centrale regie nemen, geen samenhangende strategie, het uitsmeren van verantwoordelijkheden en pas ingrijpen als het eigenlijk te laat is. Dat werkt misschien op andere beleidsterreinen, maar dat kan je niet met een pandemie doen. Het was overigens de heer Wilders die op 6 februari 2020 een uitstekende motie indiende waarin hij zei, dit gaat een crisis worden. Laten we nu alvast drie potentiële scenario's uitwerken en bepalen wat we dan moeten doen. Oppositie. Ja. Want ja, het past er niet in de polder. Ja, dus eigenlijk heb je een kleine dictator nodig, of een grote dictator nodig in zo'n crisis als deze. Je hebt een sterke staat nodig, dat is wat maar, hij heeft wel gelijk. Ik was het overigens niet. Het was mijn oud-collega Chris Jansen, ere wie ere toekomt, die een motie indiende en inderdaad aan het begin van de pandemie vroeg, laten wij drie scenario's doen. Hè? Het kan meevallen, het kan gaan zoals, voor zover je dat al weet, een normale pandemie gaat. Het kan heel erg uit de hand lopen. En als we één ding van het kabinet zien, dan zien we wel dat ze eigenlijk anderhalf jaar lang eigenlijk hebben geplunderd. Dat ze geen idee hebben. Het zijn een soort managers zonder visie of stuurmannen zonder kompas. En ze hebben ook de ene fout naar de andere gemaakt. En natuurlijk, het is niet makkelijk. Ga er maar aan. Nee, want ze hadden niet alle informatie. Rutte zegt terecht, ik moet met 50% van de informatie 100% van de beslissingen. Ook, ze hebben in het begin de beschermingsmiddelen, de mondkapjes hebben ze in een vliegtuig naar China verkocht. We liepen achter met het testen, de teststraten waren er niet, we waren de laatste. We weten wat er mis is gegaan. We hadden geen personeel. Ik zei, we hebben op heel veel verschillende manieren hebben ze daar gewoon een bende van gemaakt. En daar betalen we nu de prijs van. En het grootste probleem, ik zag gisteren nog een artikel van een arts en ook vier spoedeisende hulpartsen, verpleegkundigen bij uw collega's van Eén Vandaag afgelopen vrijdag, die zeiden, als we meer personeel hadden gehad, hadden we minder maatregelen moeten treffen. Dat zeggen de professionals. Het nalaten van het investeren in de zorg. Ja. En het zijn niet de ongevaccineerden. Maar dat is helaas, dat is een andere kwestie, daar gaan we het ook over hebben wellicht, maar dat is geweest. Jij zegt een sterke staat, maar kan dat in Nederland? Polder. Alles kan als de politieke wil er is. Alleen ik begrijp ook dat die poldercultuur kennelijk zo diep geworteld is, ook zelfs tijdens een pandemie. Ik ben het helemaal eens met de heer Wilders. Wat ook opvalt in die poldercultuur is inderdaad dat er weinig lessen worden geleerd. Vorig jaar zomer 2020 hadden we te vroeg versoepeld en daar hadden we echt problemen mee die winter. Deze zomer precies hetzelfde. Minister Graphuis ging nog een mondkapje afscheid liedje zingen. En dan als je kijkt naar bijvoorbeeld het probleem waar we nu in zitten. 5 weken geleden begonnen de besmettingen te stijgen. En experts, epidemiologen zeiden, we moeten nu maatregelen nemen. Nee, dat doe je niet als je poldert. Je wacht tot het te laat is. En dan zie ik die
die QR-maatregelen, dat een soort van het Haagse papieren werkelijkheid die in de praktijk nooit gaat werken. Werknemers worden de klos. Zij worden verantwoordelijk gemaakt voor de naleving van de te late maatregelen van het kabinet. Moet u zich eens voorstellen. Eerst was het de bedoeling dat je ook bij buitensporten dat zou laten zien. Nou, dat is afgeschaft. Mm-hmm. Alleen, wat gebeurt er nu? Je bent aan het voetballen, een voetbalteam. Of hockey, dat maakt niet uit. En je moet plassen. Die hockeyclub of die voetbalclub daar iemand de hele dag laten staan om QR-codes te checken. Dat gaat niet werken. Dat bestaat hier in de echte nou, we weten wat meneer Wilders van de QR-codes vindt. Ja. Is daar geen fan van, heeft in de Tweede Kamer deze week gezegd. Maar wat dan wel zien? Het doel is toch om in godsnaam maar proberen alles een beetje naar beneden te brengen. Ja. En zelfs, we weten allemaal, je bent nog steeds besmettelijk. Ik zei het minder als je gevaccineerd bent. Maar alles maar proberen. Je moet wat, toch? Ja, er zijn drie bewezen. Centrale regie nemen als overheid, heel belangrijk, en niet de boel gaan decentraliseren, verantwoordelijkheid afschuiven. Twee, de heer Wilders heeft helemaal gelijk, zorg dat de GGD genoeg capaciteit heeft om bron- en contactonderzoek te doen, om bijvoorbeeld als iemand wel besmet is, thuisquarantaine te handhaven. En drie, het allerbelangrijkste misschien, duidelijke, eerlijke communicatie. Geen zin hebben. En dan voer je ze in, halfslachtig, en dan schaf je ze weer af, en dan voer je ze weer in. En bij die persconferenties werd ook in Nederland de hele tijd gedaan alsof vaccins de oplossing van alles zouden zijn. Maar wat zei Merkel, wat zei Macron, Frankrijk en Duitsland? Zij waren vanaf het begin eerlijk. Ze zeiden vanaf het begin, lieve mensen, vaccins gaan ons helpen, maar het is nooit 100%. En die eerlijke communicatie mis ik ook. Ja. Maar ja, we gaan... Ik wou zomaar helaas zeggen, het is het een winter, nog een van deze... Wat dan? Want ik bedoel, polderen gaan we niet zomaar afschaffen in Nederland, denk ik. Nee, kijk, we hebben in Nederland nou ongeveer iets meer dan 1000 IC-plekken. Daarvan zijn er nu 300 bezet door mensen met corona. De helft is trouwens gevaccineerd. Dus het probleem zijn niet zozeer alleen de ongevaccineerden in de zorgcapaciteit. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken, ik zag vorige week een artikel staan dat... In Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, de autoriteiten een nieuw medicijn hadden goedgekeurd. Een groot medicijn dat ervoor zou zorgen als coronapatiënten dat begin innamen, dat de kans op ziekenhuisopname met 50% werd gedaald. Nou kijk dat, investeren in personeel, geen gekke passen die alleen maar averechts werken en mensen een vals gevoel. En meer personeel. Dat werkt allemaal. Daar kan je wat mee doen. In plaats van het kabinet die alleen maar van de ene lockdown aan de andere Nederland helemaal kapot maakt. Ik wil geen lockdown meer in Nederland. En zorg ervoor dat de mensen de goede medicijnen hebben. Dat we voldoende mensen hebben in de ziekenhuizen om te werken. Ik vroeg me trouwens af, hoe zit het in de Tweede Kamer? Moet u, als u de Tweede Kamer binnenkomt, moet u uw QR-code laten zien? Volgens mij niet. Want het is een werkplek. Voor ons althans. Dus dat hoeft volgens mij niet. En de openbare gedeeltes... moeten we geloof ik wel een mondkapje dragen. Maar goed, het is zaterdag pas ingegaan. De Kamer heeft toch niet vergaderd. Dinsdag zien. U verkeert natuurlijk in een aparte situatie dat u, neem ik aan, uw QR-code niet hoeft te laten. Op universiteiten ook nu. Hè? Dus op universiteiten en hogescholen, van als je in de gang loopt, moet je een mondkapje op. En je QR-code laat zien. Als je de code laat zien, als je de kantine ingaat, opnieuw. Ziet u dat voor zich de hele dag voor? Ik vind het persoonlijk niet zo'n heel groot probleem. Ik heb dat ding bij me en ik laat hem steeds zien. Dus ja, nee, maar voor de mensen die het moet gaan handhaven. Controleren de, mensen denken met zo'n code dat alles weer kan. Je denkt, ik heb een code, dus ik kan wel overal naartoe. Of nou ja, weet je, ik voel me een beetje verkouden. Misschien een griepje, maar ik heb die code, dus ik ga maar. Er zijn zelfs mensen met die codes die ziek waren het ziekenhuis ingegaan. Of het vliegtuig ingegaan. Mm-hmm. En heel veel mensen meer besmet. Dus die code werkt ook averechts. Mensen weten inmiddels in Nederland dat je nog steeds... als je corona of als je geprikt bent, dat je ziek kan worden, dat je andere mensen kan besmetten. Misschien minder dan de mensen die geprikt zijn, maar toch, je kan andere mensen nog besmetten. Dus die hele bureaucratie is de oplossing niet. Welke oplossing er wel is, daar moet ik... Een sterke staat die de GGD weer gezond maakt en investeert in bedden. Dat is niet zo moeilijk, toch? Het is niet zo moeilijk, zie je, maar ik weet niet of het gaat gebeuren. We gaan het zien.